Hey iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. 1, 2, 3, fuck it! Het waren twee crazy days, want mijn laptop is kapot gegaan. Jullie zullen wel gezien hebben dat er inderdaad geen vlogs online waren. Want ik kon gewoon niet monteren. Ik had niks om mijn montagewerk op te doen. Maar ik ben vandaag naar de Switchwinkel geweest. Daar staat de zak. En proberen op te heffen. Ik heb een nieuwe laptop gehaald. Ik wou mijne heel graag nog laten maken. Die is gisteren echt gewoon uitgevallen. Heel random. Ik dacht echt, wat? Want ik was daarop aan het monteren. Ik was mijn vlogs aan het uploaden voor deze week. En heel random. Die viel gewoon uit. Maar dus wou ik mijn laptop nog laten maken. Ik heb die 2 à 3 jaar geleden alles laten maken. En toen moest ik €491 betalen. Omdat die toen ook zo was uitgevallen. Maar met een reset toen kon die gelukkig wel nog terug opgestart worden. En nu, als ik die wou laten maken, zou het €900 kosten. Omdat een gewone standaard reset niet werkte. En dan moesten ze helemaal opnieuw instellen. En nieuw, er moest iets nieuw in van achter in de computer. Dus ik dacht, als je dat dan optelt, 900 en 500. Dan zit je al aan redelijk wat geld. En mijn laptop was al wel 7 jaar oud. Alleen bijna 7 jaar. Dus ik had zoiets van, ja, als hij dan binnen 1 jaar of 2 jaar het opnieuw begeeft. Want Apple wordt vaak maar max 10 jaar oud, laptops. Dan nog te zwijgen over de iPhones. Want iPhones kun je echt vaak maar 4 jaar max of zo houden. Voordat het al heel slecht begint te werken, heel traag gaat. Maar ik ben wel echt een Mac-fan, Apple-fan. Ik gebruik al heel mijn leven Apple. Ik heb heel vroeger wel eens met Windows gewerkt. Maar ook van bij mijn ouders thuis uit hebben we altijd met Apple gewerkt. Daar hebben we ook een iMac altijd gehad en zo. Dus ik ben echt Apple gewoon. En ik dacht, aangezien dat ik verjaar binnen een week, vandaag stipt binnen een week. Ik denk als jullie deze vlog zien, want ja, nu gaan de vlogs ergens even achterlopen, dat ik morgen jarig ben. Ik denk dat deze vlog op maandag gaat komen. Dus morgen ben ik dan jarig. En word ik 30, dus just buying myself a really big present voor mijn 30ste verjaardag. En ik ga jullie laten zien welke ik heb gekocht. Ik heb de MacBook Air gekocht in Space Gray, denk ik. Of is dat nu gewoon gray? I don't know. Ze hadden alleen maar, zeiden ze tegen mij, goud eerst. En ik had een gouden, maar de nieuwe gouden zijn zo roze, goud, oranje, goudachtig. En persoonlijk vind ik die niet zo heel mooi. Als ze nu mijne nog altijd dat goud hadden, dan had ik die wel teruggenomen. Maar deze vond ik niet mooi. Dus dat zei ze eerst. En dan zei ik, ja, oké, okay, dan ga ik naar Genk of zo rijden voor een andere. Want die wou ik absoluut niet. En toen zei hij, ah, we hebben toch ook nog Space Gray. Maar op deze foto ziet dat er de gewone grijze uit. Dus ik ben benieuwd als ik hem open doe. Oké, ik heb hem. Oké, het is dus. Ik zie het niet. Ah, het is toch Space Gray. Woehoe! Deze wou ik het liefst. Dus ik ben blij dat ze die toch nog hadden. Maar die is wel een stuk groter en zwaarder dan degene die ik had. Ik zal mijn oude er eens bij halen.
few inches later. Oké, dit is mijn oude. Dit is de nieuwe. Dus iets groter. Deze maken ze ook niet meer. Dit was de MacBook. Gewone MacBook, denk ik. En die maken ze niet meer tegenwoordig. Deze is ook echt een lichtgewicht. Deze weegt al wel wat meer. Deze is 12 inch en nu heb ik 13 inch. Dus dat is wel wat groter. Oké, de opladers zitten nog in de doos. Wel is het goed, een nieuwe oplader. Heb ik wel ook 2 jaar geleden nog eens een nieuwe oplader gekocht. Dus nu heb ik er hier 3 liggen. Ik vind de kleur wel heel mooi. Ik vind het wel echt mooi, dat Space Gray. Het is zo niet het standaard grijs wat Apple altijd heeft. Maar ik vond mijn gouden ook wel heel mooi. Deze gouden vond ik ook wel altijd mooi. Maar de gouden nu zijn echt zo... Ja, rose gold... Maar rose gold vind ik op zich wel mooi. Dat is niet helemaal mijn ding, maar ça va. Maar zo echt met zo'n hele oranje ondertoon. En mijn laptop heeft ook wel echt al goed afgezien. Want die is al een paar keer wel gevallen. Hier is die getutst. Hier is die getutst. Ja, je ziet het niet zo goed. Nou, heeft wel zijn beste tijd gehad. Stel je voor als ik die nu open doe en die werkt ineens. Daar heb ik wel heel dagschrik voor. Nee, hij doet nog steeds niks. Maar ik ben wel zo heel dag zo... Misschien werkt die nu. En doe ik die open, dan werkt die toch nog niet. Maar ik ben wel heel blij dat ik nog in januari een backup heb gemaakt. Allee, geen backup, maar wel al mijn foto's, al mijn video's, al mijn bestandjes heb overgezet op een harde schijf. Dus dat heb ik gelukkig allemaal nog. Het enige wat ik kwijt ben, zijn de laatste 3 vlogs. Die normaal deze week vorige week dan kwamen. Die had ik gemonteerd helemaal. Ik heb die beelden nog gelukkig op mijn camerakaartje. Maar ja, ik ga die gewoon terug helemaal opnieuw moeten monteren. En wat ik ook kwijt ben, is mijn facturen van dit jaar, kwartaal 1. Dus ga ik ook even moeten uitzoeken hoe ik dat allemaal ga doen. Oeh, oh, die start al op. Ik doe die open en die start al. Dat is wel echt groot, hè? Ja, echt wel een verschil. Qua grootte van het toetsenbord. Oké, hij is aan het praten. Maar, dit zijn de toetsenborden. Hier had je ook de muziek bovenaan. Je ziet ook dat mijn scherm trouwens alles is gebarsten. Hier is mijn dingen gedeukt. En dan hebben we het er nog niet over gehad hoeveel dat die ziet. Maar ja, oké. Okay. Deze heeft de muziek balkjes opzij. Maar van het toetsenbord is die ongeveer wel het. Ah, het zijn terug de fijne toetsen. Ah, dat is wel fijn. Want deze zijn zo, waren er echt zo ingewerkt en die typen niet zo fijn. Deze wel. Oké, okay, dat is wel tof. Oké, okay, dus ik ga mijn nieuwe laptop installeren. Dan ga ik nog iets filmen. Voor Dyson ga ik vandaag, dat heb ik op mijn to-do-lijst staan. En ja, dan de rest van de dag zal het vooral bezighouden zijn met mijn laptop te installeren. Om Nederlands als hoofdtaal te gebruiken, druk je op de Enter-toets. Enter. En dan deze avond denk ik dat we pokeballs gaan maken. Komt ook nog een meisje ons met zo'n Dumonde salontafeltje afhalen. Allee, salontafel of buitentafel. Het is eigenlijk een buitentafeltje. Maar we hebben dat als salontafeltje. Hij was onze bedoeling. We hebben dat nooit gebruikt. Dus daar komen ze op. Mijn OS bevat een ingebouwde schermlezer die VoiceOver heet. Oké, okay. Ik ga even me concentreren op de installatie van deze nieuwe baby. Die zoveel geld kostte. Maar oké, okay. Ik word 30 en ik koop mezelf nooit grote cadeaus. Ik heb mensen die Chanel tassen kopen en zo voor hun eigen om de zoveel tijd. Nooit gedaan. Het enige wat ik heb gekocht is in december mijn nieuwe iPhone en nu, omdat het moest, mijn nieuwe laptop.
Oké, ik ben klaar met filmen voor vandaag. Oh, mijn bloemen hier zijn aan het doodgaan. En ik denk dat ik even buiten ga zitten. Ik ga wel een tekentje pakken, denk ik. Want ik moet foto's bewerken. En dan kan ik eigenlijk even goed in het zonnetje zitten buiten, ook al is er wat wind. Het is wel gezellig nu het zonnetje schijnt. Niet waait, is het echt zalig. Maar het waait best wel fel met momenten en dat is wel fris. Dus ik ga mijn voeten even onder het tekentje en foto's doen. Ondertussen is het bijna 7 uur. Niels is boven een workout aan het doen in de gym. Ik heb nog steeds de motivatie niet gevonden. We zijn een week later. Ik denk dat ik de vorige week ook al heb gezegd. Toen had ik mijn regels. Nu heb ik mijn regels niet meer, maar ik heb gewoon geen zin. Plus, er was nog best veel was wat geplooid moest worden en eten wat gemaakt moet worden. En ja, je ziet wie hier de kok en de wasplooier en alles des huizes is. Dus dat heb ik ondertussen gedaan, dat hij een workout aan het doen is. Ik ga ook even de kaartjes vervangen. Eens kijken, 2 van die. 3 van die. En dan zelf pokeballs eten als het niet klaar is. Ik heb honger, dus ik hoop dat het niet meer te lang duurt. Maar de rijst moet wel nog 10 minuten koken, denk ik. Dus oké, ça va. Oké, alle kaarsjes zijn aan. Gezellig. Nu ga ik nog even de reclame doornemen van vandaag. Wie doet dat dan? Ik heb wel zo mijn boekjes die ik eruit haal. Kruidvat kijk ik, Lidl kijk ik, Albert Heijn kijk ik en Aldi kijk ik. Oké, Niels is ondertussen klaar met sparten. Hey. Ja. En is het vlees aan het bakken. Dat zit er ook al in, hè? Ah, dat zit er al in. Ja, zout, peper en marinade heb ik er al in gedaan. Onze pokeballs zijn klaar. Yummy. Yummy, yummy, yummy. Oh, onnozelaar. Lekker, hè? Yummy. Smakelijk, onnozelaar. Smakelijk, Milky. Smakelijk, Milky. Schooiertje. Goedemorgen. Het is de volgende ochtend. Gisteren niks meer gevlogd. Oh, de zon schijnt keihard. Woehoe. Love it. Ik ga mijn theetje opzetten. Het is 9:15. Ik ben om 9 uur wakker geworden en ik heb echt nog in mijn bed gelegen tot nu. Allee, op mijn gsm. Wat gecheckt en gedaan. Maar vandaag geen kantoordag. Het was thuiswerkdag en ik heb best wel wat in te halen aangezien dat mijn laptop kapot was. Allee, kapot is en ik nu een nieuwe heb. Maar oké, zo'n slow morning. I needed it. Deed goed, deed deugd. En nu ben ik klaar om er zo meteen gewoon in te vliegen. Muffin. Muff. Maar ik zie trouwens zo wit. Muffin heeft de aandacht en liefde nodig deze ochtend, hè? Ja. Oh, verliest zoveel haar, Muffin, de laatste tijd. Oh. Oh, amai. Ik ga nu mijn theetje maken en drinken. Even een vlog of zo kijken, denk ik.
En dan nog ontbijten. Maar ik ga eerst thee drinken, want ik heb nog niet heel veel honger. En dan beginnen we aan de dag. En het is zo'n mooie dag, dus I'm happy. 2 hours later. Okay, ik ga mijn ontbijtje maken. It's time for the breakfast. En ik ga voor een spekske. Er is echt niet meer veel in huis. Ik heb nog 1 ei. Ik heb een paprika. Ik heb koriander. Ik heb een maiswafel. En ik heb kaas. Dus daar gaan we iets mee maken. Breakfast is served. Sorry, de zon schijnt erop. We hebben rode paprika met zwarte sesamzaadjes, koriander, spek, ei met Italiaanse kruiden, beetje peper en een maiskoek met lactosevrije kaas. Dus, toppie. Het laatste wat ik heb gefilmd, ik zie jullie dus echt niet, is mijn ontbijt. En ondertussen zijn we bijna 4:30. Heb ik me even in de zon gezet. Zalig dit weer. En het is de laatste dag, want morgen gaat het regenen. En dan wordt het terug maar 11 graden. Uit 10 en 11. Maar op mijn verjaardag zou het wel 14 graden en vol zonnetje zijn. Dus als dat zou zijn, zou echt al super leuk zijn. But we will see, want hier in België kan het weer echt heel tijd veranderen. Maar ik ga hier ook deze vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Ik kan echt niet kijken. En laat een leuke comment na. En dan zie ik jullie volgende video.